Ja. Artiesten mogen zelf gaan binnen de zaal. Ik ga even aan de kant. Ja, voor een genie. Ja, daar sta ik. Ik kom net van Eindhoven. Eindhoven Airport. Want ik had gehoord, Rudy Boeli zou in Spanje blijven, Sinterklaas. Ja, klopt. Hoe heeft u dit geflikt? Ja, hij is gekogeld, hij is getoverd. Getoverd, ja, dat heb ik dan net niet meegemaakt. Naar Oosterwijk getoverd. Gelukkig wel, meneer de burgemeester. Ja, ja, want je bent het hele jaar al uit Oosterwijk getoverd, heb ik begrepen. Naar het onbegrijpelijke geld erop. Toch? Ja. Maar goed. Vandaag in Oosterwijk. Speciale gast, heb ik begrepen. Ja, en ze vroegen weer er even bij zijn. Ja, Godfried. Ja, Rudy, dan kom ik even. Dat weet je. Ik ben daar erg blij mee, burgemeester. Zeer verheerd. Ik ken hem al langer. Pas op voor Godfried, maar niet voor Rudy Boeli. Dan is hij heel rustig. Maar als je Godfried in de politiek meemaakt, dan is hij een doornauwer. En dan is hij heel actief. Maar als Rudy Boeli is het natuurlijk de perfecte hoofdpiet. Streng lijkt het, maar uiteindelijk heel mild. Je hebt 33 jaar, ruim, heb jij een rol gepakt hier in deze show. En heb je dus heel veel volwassenen, denk ik wel, maar zeker ook heel veel kinderen blij gemaakt. En vooral ouders en grootouders van kinderen. Kan ik jou zeggen, het heeft het college van burgemeester en wethouders van Oosterwijk behaagd om, gelet op al jouw verdiensten, voor al die activiteiten die ik net genoemd heb, voor al jouw verdiensten in onze samenleving, de gemeentelijke blijk van waardering uit te reiken. Kijk eens aan, de blijk van waardering. Godfried, van harte proficiat namens de hele gemeenschap van Oosterwijk. Heel goed gedaan en dankjewel voor alles. Het zijn graag als proficiat, hè? Het is eigenlijk met Sinterklaas en met Rudy Boeli, die staan voor het geheel, hè? Ja, precies. Als wij vanavond zeggen, geweldig die Sinterklaas en geweldig die Rudy Boeli, ja, dan staat dat voor een geheel. Ja, maar dat doe je niet alleen, hè? Nee, je doet het nooit alleen. En daarom vind ik het zo jammer om maar voor één iemand hier vanavond te zijn. Ja. En ik wou toch Sinterklaas heel even Wim van Berkel naar voren halen. Meneer van Berkel. Ja, dat, precies, ja. Meneer van Berkel. Ja. Komt u even naar beneden, meneer van Berkel. Maar goed, ik heb net een paar jaartallen genoemd bij Rudy Boeli. Maar 50 jaar is natuurlijk toch wel uniek. Sinterklaas, dat moeten we met z'n allen erkennen. En ook dat is erkend door het college van burgemeester en wethouders. Want met 50 jaar dit zo doen, niet alleen dit, ook de revue, heb ik ook nog begrepen. Ook die vele jaren betrokken bij de muziek, bij de revue. Ja, dan verdient ook dat een pluim. En die heb ik bij me. Waar is de Piet? Ja, en waar is Ria? Ja. Zou Ria durven komen? Ik hoorde net de naam Ria al noemen. Maar waar is ze? Ria. Ja. Ja, super zo. Ja. En ook dat, je kunt het eigenlijk al lezen. Met al die verdiensten gaat ook de gemeentelijke blijk van waardering naar meneer Wim van Berkel. Dus van harte proficiat Wim. En de bijbehorende versierselen zal Ria bij jou mogen opspelden. Je kan er meteen. Je kunt op de gemeente komen werken. Hè? Ja, ze is verpleegkundige. Oké, maar dan hoop ik dat het anders afloopt nu. Hè?
beste Wim en Ria zeker ook van harte proficiat. En ga zo door.